Het Rijk heeft de hoogte van de inkomenstoets voor de UPAS neerwaarts bijgesteld van 130 naar 110% van het wettelijk sociaal minimuminkomen. De PvdA diende in de gemeenteraad een motie in met als doel het college te verzoeken een inspanningsverplichting te doen om voor de groep mensen die de UPAS hebben passende alternatieven te bedenken. Het college nam het besluit over. Begin 2013 opent in Maarsebroek een moderne accommodatie voor de inwoners van gemeente Stichtsevecht. De multifunctionele accommodatie MFA Bisonspoor is een duurzaam, energiezuinig en multifunctioneel complex voor sport, ontspanning, wonen en cultuur. Afgelopen zaterdag werd door de gemeente een guided tour georganiseerd. Veel geïnteresseerden namen de moeite om een bezoekje aan de in aanbouw zijnde MFA te brengen. De subsidie die de gemeente voor de Maarsense Sinterklaasintocht jarenlang betaalde, is definitief van de baan. De gemeente maakte eerder bekend de subsidies in 3 jaar af te bouwen. De groep Frank van Liempt, DVV, sprong voor de Sint in de Bres en deed een uiterste poging om de raad voor een andere oplossing te laten kiezen. 1500 euro voor iedere voormalige gemeente als steun voor de lokale intocht. De motie werd niet gesteund en daarmee is de Sinterklaassubsidie voor de toekomst definitief van de baan. Op donderdag 8 en vrijdag 9 november werd binnen de gemeentegrenzen de Dag van de Dialoog georganiseerd. De Dag van de Dialoog brengt mensen aan tafel om met elkaar in gesprek te gaan. In totaal werden er in Stichtsevecht 7 tafels georganiseerd. De tafels brachten inwoners dichter bij elkaar en goede gesprekken werden met elkaar gevoerd. Om het verhaal van de waterlinie op een speelse wijze te vertellen, wil het Zeevoort in de toekomst op het fortterrein een waterspeelplaats maken. Ze hebben de leerlingen van het technasium van het Nifterlakencollege de opdracht gegeven deze te ontwerpen. Dit resulteerde in 7 ontwerpen. De ontwerpen worden van 10 november tot en met 1 december tentoongesteld op het Zeevoort. Op vrijdag, zaterdag en zondag van 11 uur tot 3 uur is het Zeevoort geopend. In de gemeentelijke begroting over 2013 komt de term zelfredzaamheid steeds vaker voor. De door het Verse Verbond ingediende motie in de Raad verzocht het college het begrip zelfredzaamheid uit te werken, inclusief de rol van de gemeente hierin. Deze motie werd unaniem door de gemeenteraad van Stichtsevecht aangenomen.